Hallo, hallo, hallo. Kunnen we iets harder zetten? Oh. Ja. Het is een beetje een gevaarlijk ding. Is het nog veilig zo? Ja, nee, het is veilig hoor. Dat, daar gaat hij echt niet van omvallen, denk ik. Oké. Okay. Oh, dit is echt heel leuk. Oké. Wie ben je? Ik ben Flora Koenen. En waar kom je vandaan? Ik ben Nederlands. Ik kom uit Nederland. En wat ben je? Ik ben componist. En ik componeer visuele muziek. Visuele muziek, dat is muziek zonder geluid, maar met beeld. Dus in plaats van geluid gebruik ik beeld. Dus het is muziek waar je naar kijkt in plaats van waar je naar luistert. Waarom visuele muziek? Ja. het begon eigenlijk allemaal zo'n 1,5 jaar geleden. Ik was toen heel veel bezig met geluid. En ik was ook gewoon noten aan het schrijven. En ik bouwde nieuwe muziekinstrumenten. En ja, dat was allemaal heel leuk. Maar ik had toch het gevoel van, ja, er mist iets. Er klopt iets niet. Het zit niet helemaal lekker. Dus toen heb ik eigenlijk 1,5 jaar lang heb ik een heleboel boeken gelezen en artikelen en van alles. En heel veel nagedacht over geluid en muziek. En ja, op een gegeven moment werd het gewoon steeds duidelijker voor mij dat muziek niet gewoon geluid is, maar dat muziek meer een systeem is. En dat geluid dus meer een materiaal is wat je in dat systeem gebruikt. Dus toen dacht ik van, ja, maar wat als je dan gewoon een ander materiaal gebruikt? Iets anders dan geluid. Dus ik zat te denken, wat kun je dan allemaal gebruiken? Ja, uiteindelijk ben ik dus bij beeld uitgekomen van, ja, dat ga ik proberen. En ja, toen ben ik dus begonnen met het maken van visuele muziek. En ja, daar ben ik dus nu pas 1 jaar mee bezig. Maar ja, het is heel erg... heel erg veel ontdekken voor mij. Ook omdat ik 1 jaar geleden wist ik helemaal niks over video, over hoe beeld werkt. Helemaal niks. Dus ik ben echt helemaal op nul begonnen. En nu zijn we 1 jaar verder. En ja, dat is, er is veel gebeurd. Ja, ik weet niet hoe duidelijk het is nou wat ik doe. Hoe maak je visuele muziek? Nou, hoe ik nu te werk ga, dat is... eigenlijk maak ik nu elektronische visuele muziek. Ja, ik denk dat je het wel zo kan noemen. Want ik gebruik nu video. En wat ik doe is... ik film eigenlijk een gedeelte van mijn lichaam. Ik gebruik alleen mijn eigen lichaam nu voor mijn visuele muziek. En dan film ik dus een gedeelte daarvan, bijvoorbeeld een knie en een elleboog. En dan knip ik eigenlijk een heel kort stukje uit die wat ik heb opgenomen. En dan ga ik daarmee samplen. Dus je hebt eigenlijk een deel van een lichaam die maakt een beweging, een puls. En dat gebruik ik dan als basismateriaal waarmee ik dan ga samplen. Eigenlijk net zoals je zou doen met geluid. Alleen dan met beeld. Was dat duidelijk? Ja. Dat was wel een beetje... Maar als je niks hoort, waarom is het dan nog muziek? Mijn definitie van muziek is dus eigenlijk een beetje anders van wat ik denk wel algemeen aanvaard is op het moment. Ik zie het dus niet zo dat geluid muziek is. Ik zie geluid echt als een materiaal dat gebruikt wordt en muziek is het systeem. Ik denk dat het belangrijkste van muziek is ritme. En muziek gaat over de ervaring van de tijd. Het gaat over
Wat verwacht jij dat er gebeurt en dat er kan worden ingelost of juist niet? En dat is een soort systeem eigenlijk. En ik geloof gewoon niet dat je daar per se geluid voor nodig hebt. Ik denk dat je ook beeld kan gebruiken. Wat ga je doen op Ctrl-N? Nou, Ctrl-N wordt eigenlijk een soort try-out van een installatie. Die ook voor mijn eindexamen is. En het idee is nu dat het dus een tunnel wordt. Waar je ingaat. En dan kun je daar gaan kijken naar mijn visuele muziek. En als je daar binnen gaat, krijg je waarschijnlijk oorkappen op. Zodat je ook het geluid gewoon buiten wordt gesloten. Dus eigenlijk wordt die installatie is een soort ruimte waar je in kan gaan om visuele muziek te kijken. En het wordt dus donker en je krijgt dus die oorkappen op. Dus je bent afgesloten, waardoor het ook heel intiem gaat worden, denk ik. Ik denk dat dat heel erg heel gaaf gaat worden. Wat vind je van Ctrl-N? Van Ctrl-N? Nou ja, ik ben dus niet geweest vorig jaar, dus... Maar wat ik wel vind, is dat... Wat ik wel heel leuk vind aan Ctrl-N, is dat het dus door jonge mensen is gedaan. En dat je ook echt merkt dat dat veel beter is. Weet je, er is een openheid en ruimte. En er wordt gewoon goed gecommuniceerd met elkaar. Hè? En niet zo van... Wij zijn de grote, maar we luisteren absoluut niet naar wat een componist te zeggen heeft. Dat vind ik gewoon goed, dat er is openheid, communicatie en nou ja, niet dat van zo hoort het of zo. Want ik denk dat jonge mensen gewoon, ja, die begrijpen gewoon van niet alles wat in het verleden gedaan is en als normaal wordt beschouwd is per se het leukste of het interessantste of het beste. Het is, jonge mensen zijn toch meer van, laten we gewoon een keer iets anders doen.